Herkennen mensen je op straat met je kleren aan? Ze herkennen me wel met mijn kleren aan, maar zonder kleer blijk ik nog herkenbaar te zijn. Was jij ook bekend geworden als je je kleren aan had gehouden? Dat niet. Ik denk dat ik wel bekend ben geworden door de grote siliconen die door Robert Schumacher zijn geplaatst. Hoeveel seksuele gunsten heb jij moeten verlenen om verderop te komen? Heel veel. Om in de Playboy te komen moest ik het met de Jan Heemskerk doen, moest met de artdirector doen, moest ik het gewoon met de stagiairs doen. Je moet het gewoon met iedereen doen om wat verder te komen. Zo is het leven. Playmate plus Russische is Goldinger. Helemaal klopt. En dan de grootste golddigger alle tijden. Wat blijft er over van Olga als je in een regenton met terpentine valt? Mijn nepnagels blijven erover. Mijn implantaten blijven erover. En voor de rest eigenlijk is er niks. Zou je het met Hugh Hefner doen om in de Amerikaanse Playboy te komen? Nee, maar wel met zijn 3 vriendinnen. Nee, hij is te oud, hij is 80, hij kan helemaal niks. Helemaal niks. Hij loopt moeilijk, hij ziet er niet uit. Het is alsof je het met een mumie gaat doen. Nee, daar word ik niet geil, nee. Wat heb je eigenlijk moeten doen om een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland? Want jij bent een economische asielzoeker, toch? Economische asielzoeker. Ja, ja, dat klopt. Ik ben economische asielzoeker. Nee, ik hoefde eigenlijk niks te doen. Ik moest wel mijn eigen eenmanszak oprichten. En als je belasting betaalt en als je netjes gedraagt, en dat doe ik wel. Tuurlijk. Dan kan je dat wel. Dat heb je net allemaal verteld, hoe netjes jij je gedraagt. Dan mag je wel in Nederland blijven. En ik ga niet weg. Haat je me nu? Nou, haat is ook een klein woord. Ik haat je heel veel nu.